De plannen voor een eerbetoon aan de Helderse visserij liggen al enige tijd op tafel. Twee grote, kenmerkende delen van de boomkorkotter HD4 moeten hiervoor worden gebruikt. In een brief aan de Helderse gemeenteraad liet het college vorige week weten dat zij contact hebben gehad met de eigenaar van de twee delen. En dat die heeft aangegeven dat op dit moment de veranderingen te actueel zijn en dat daarbij geen ruimte is voor het plaatsen en ontwikkelen van een gedenkteken. Het Helders Museum, eigenaar van de twee delen en initiatiefnemer van het project, weet echter van helemaal niets. De brief wekt dan ook enige verbazing op bij voorzitter Jeroen Boudewes. We zijn op koers. We hebben iets wat vertraging gehad ten aanzien van het ontwerp. Maar inmiddels wordt er ook een ontwerptekening gemaakt voor het monument. Op het moment dat dat gereed is, gaan we dat presenteren aan de werkgroep die we in de tijd gevormd hebben. En in die werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers ook van de visserij. En een bedrijf die het monument eventueel wil maken tegen kostprijs. En het uiteindelijke doel is dat er een monument komt wat in het zicht komt te staan in de buurt van de zee. En wat voor iedereen te gebruiken is en waar iedereen op kan zitten. De stappen die we tot nu toe genomen hebben zijn... We hebben een gedicht laten maken door onze stadsdichteres Janijke Zomer. In mijn beleving een prachtig gedicht waarbij ze ook het zuur raakt en ook het zoet van de visserij. We gaan dat presenteren tijdens de presentatie van het ontwerp. En pas later gaan we daar wat meer rugbaarheid aan geven. En dat gedicht moet ook een integraal onderdeel worden van het monument. Als we die ontwerptekening hebben, dan kunnen we op basis daarvan een begroting gaan maken. En dat zijn onze goede voornemens voor 2024. We gaan een begroting maken. Dan gaan we op zoek naar gelden en dat kunnen subsidiegelden zijn of donaties. We hebben nog steeds de donatieactie lopen voor de HD4. Daar hebben we ook al wat bedrijven gedoneerd. En dan willen we uiteindelijk naar het maken toe en het plaatsen. En het plaatsen, dat doen we ook weer in overleg met onder andere de werkgroep, maar ook de vorige eigenaren van het schip. Want die hebben daar ook een stem in. Dat vinden we ook heel belangrijk. Vooralsnog geeft Boudewes aan dat de originele plannen, de oplevering van een gedenkteken in 2024, nog steeds haalbaar zijn.